Oké, en dan de laatste jubilaris, Erik. Blijf je zitten of wil je hier staan? Want, even gehoord. Thijs, zie je zitten. Kun je misschien zitten? Ja. Thijs altijd zitten. Precies. Lieve Erik, als collega OOP'er mag ik jouw naam nu eventjes toespreken. En Nathalie is verkeerd geïnformeerd, want nu net hoorde ik, wat heel vervelend, er is iets misgegaan met de computers op school. En jouw collega's van de Kamer, die zijn er dus nu niet. Die zijn even terug, die zijn aan het telefoneren en die proberen het zo te regelen dat wij morgen allemaal weer aan het werk kunnen. Zij willen dan ook heel graag in kleine kring, zoals we dat altijd noemen, later in het jaar met jou, in kleinere kring, het heugelijk feit dat je 25 jaar bij de school bent vieren. En ik moest dan toch nog maar proberen om een mooi praatje voor jou te houden. Nou, als ik aan jubilea en aan school denk, en ik denk ook aan jou, dan denk ik aan muziek. En vooral aan klassieke muziek. En toen kwam ik bij toeval tegen een lied van Frans van Schober, wat Schubert op muziek heeft gezet. En dat heet Aan de Muziek. En dat wil ik jou graag even voordragen. Het heet dus Aan de Muziek. Edele kunst, in hoeveel grauwe stonden dat ik door slevens loop was ingesnoerd, hebt gij de liefde in mijn hart gezonden en mijn betere wereld ingevoerd. Vaak deed een diep zuchten aan uw harp oplopen, een heilige harmonie, een zoet akkoord, een beter hemelstijdperk voor mij open. Edele kunst, hoe dank ik u daarvoor? Ik vond dat heel mooi en heel erg bij jou passen. Genoeg gepraat nu. Deze tekst staat, zoals ik al zei, echt op papier. En de kosten nog moeite zijn gespaard, want van buiten hebben wij aan kunnen trekken voor jou het Benoeren Koor Systema. En die gaan onder begeleiding van Thijs nu dit lied in het Duits voor jou zingen.